Op de eerste speeldag in de Nederlandse zaalvoetbaldivisie heeft FC Eindhoven de kraker tegen regerend landskampioen Knooppunt niet kunnen winnen. En met een 2-7 eindscore waren de Amsterdammers te sterk voor dit Eindhoven. We spelen amper 4 minuten wanneer de bezoekers op voorsprong komen. Na een mooi combinatiespel is het Ataibi die de 0-1 op het scorebord zet. Deze laatste is de man in vorm, want ook de 0-2 neemt hij voor zijn rekening, wat meteen de ruststand was. We noteren in de eerste helft alleen nog een veel te overdreven rode kaart voor de goalie van de thuisploeg, die de bal met de hand beroert en meteen mag gaan douchen. Na rust gaat Knooppunt verschroeiend van start en daar is hij opnieuw. Mr. Ataibi tekent hoog in doel. Het staat 0-3. We spelen 50 seconden. Niet veel later kan de thuisploeg via Hakkes de 1-3 binnenwerken. En wanneer de thuisploeg dan ook nog een mooie combinatie op het veld legt, via Bouyazan en Sadouni, is de spanning helemaal terug in de wedstrijd. Het staat 2-3. Er was even hoop, maar in de 27e minuut zijn het de bezoekers die weer aan zet zijn. Sayar scoort de 2-4. Het gaat nu snel, want binnen de 60 seconden is het de ex-Eindhoven-speler Ganouti die de 2-5 scoort. Vijf minuten later is het helemaal over en uit voor de thuisploeg, want na een snedige aanval is het Bouzid die de 2-6 op het scorebord zet. De thuisploeg zet dan alles op alles met een vliegende goalie, maar ook dat straft de landskampioen dan weer af. Want wanneer de bezoekende goalie de bal kan oprapen, scoort weliswaar hij de 2-7 eindscore. En zo heeft Eindhoven nog veel werk aan de winkel, waar Knooppunt hun start niet gemist heeft. Ja, ik denk dat we een goede eerste helft hebben gespeeld met kansen die we niet benut hebben. Hun hebben ook goede kansen gehad, maar die eerste twee goals dat zijn gewoon cadeautjes. Ja, en dan weet je dat je tegen een ploeg als Knooppunt, die straffen die af. Ja, en dan sta je 2-0 achter, terwijl wij zelf ook nog twee goede kansen en één bal op de paal. Ja, als je daar eentje van binnen prikt, dan zit je meer in de wedstrijd. Ja, dan krijg je een rode kaart. Pieter die uitkomt. Ja, volgens mij was Walid Sadouni, die was al achter Pieter. Maar ja, dat is een momentopname. Scheids geeft rood. Ja, dan weet je dat je de tweede helft moet starten met een man minder. En ja, daar hebben we de kwaliteit voor om die te maken. Dan is het 3-0. En vanuit daar hebben we eigenlijk gewoon heel goed gespeeld. We zetten goed druk. We scoren 3-1 aansluitingstreffer. Daarna scoren we 3-2. We staan al na 10 minuten op 5 fouten. Ja, en daarna is dat heel vaak dat je geen 10 meter krijgt. Maar op een gegeven moment, ja, dan ga je. Die 4-2 valt uit een communicatiefout tussen keeper en speler van ons. Ja, en toen knapte er iets. En ja, dat het dan 5-2, 6-2 wordt. Dan gaan we risico nemen met de meevoetballende keeper. Creëren we te weinig uit, maar uiteindelijk scoren ze nog 7-2. Ja, dat zegt mij dan niet zoveel. Maar we hebben in fases hebben we gewoon heel goed meegespeeld. En Knooppunt is gewoon een hele goede ploeg met heel veel kwaliteit. En wij zullen het moeten hebben van het team en het voetbal en de strijd. En dat heb ik wel gezien. Enorm tevreden. Ik denk dat wij vandaag tegen een goede tegenstander hebben gespeeld. Die ook graag vooruit wil. En volgens mij was het voor de neutrale toeschouwer een leuke wedstrijd. En ik ben blij met de 3 punten. Ik bedoel, het is altijd fijn als je in de eerste competitiewedstrijd tegen een club als FC Eindhoven kan winnen. Nou, dat hebben we gedaan. En we kunnen weer verder
in het seizoen? Onze ambitie is gewoon, we kijken van wedstrijd tot wedstrijd en we hopen gewoon dat we gewoon elke wedstrijd groeien en met het einddoel om de play-offs te halen. Ja, en de doelstelling is play-offs halen. Dus daar zijn we eigenlijk verplicht als club zijnde om daarvoor te gaan. Ja, en niet te veel druk nu in het begin leggen op die jongens. We hebben een jonge groep en we zien dat we in ieder geval goede strijd en redelijk voetbal op de mat hebben gebracht. Ja, en vanuit daar moeten we voortborduren.